VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin is het eens met president Santokki, die in zijn jaarrede zei dat ondanks de vele tegenslagen er een economische groei waar te nemen is in Suriname. Het assembleelid reageert hiermee op de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, die gesteld zou hebben dat de president in zijn jaarrede niet concreet heeft aangehaald wat er in het nieuwe dienstjaar moet gebeuren. Ik denk dat er juist enigszins concreet is aangegeven wat in deze komende periode verwacht mag worden. En ik denk dat dat juist een stimulans moet zijn naar die samenleving toe. Van we hebben dat punt van stabiliteit bereikt, maar laten we dat behouden en hoe we dat gaan behouden. Dus dat wordt aangegeven. En wat de groeimogelijkheden zijn. Het is volgens Gayadin een feit dat internationale organisaties zelf hebben beoordeeld dat het de betere kant op gaat in Suriname. De macro-economische groei is merkbaar. Maar aan de andere kant zien we dat heel wat zaken overschaduwd worden door incidenten. Of je nu grondzaken noemt of aantal gunningen enzovoort. Dat is, want wanneer je zegt, ben je tevreden? Ik denk dat dat groter plaatje van waar we naartoe gaan, dat dat goed gaat. Maar laten we die zaken die het beleid overschaduwen, die minpunten, daar moeten we proberen weg te werken. En ik ben blij dat in de jaarrede de president duidelijk heeft aangegeven met betrekking tot aanpak van beleid van, op het gebied van corruptie, dat strakker aangetrokken zal worden. En dat de kwestie van functionarissen, zoals dat in de anticorruptiewet is opgenomen, dat tot uitvoering zal komen. De volksvertegenwoordiger staat achter het voornemen om prioriteit te stellen aan veiligheidshandhaving, onderwijs en volksgezondheid. Zonder deze elementaire zaken op te krikken zal het niet beter gaan in Suriname.